Vanochtend hadden we het allereerste kindervragenuur in Roermond. Het was druk bezocht. We hadden bezoek van vier scholen, twee basisscholen en twee scholen van middelbaar onderwijs. Die het college van burgemeester en wethouders allerlei vragen kwamen stellen. Nou, ze hadden veel vragen over verkeer, was een groot thema. Het milieu werd regelmatig aangehaald. Maar ook welke voorzieningen zijn er nou voor kinderen en voor onze jeugd? Wat is er te doen in onze stad? Wat doet u aan sport en verenigingsleven? En wat met kinderen die in armoede leven? Hoe kunnen die meedoen? Dat waren onder andere de vragen die gesteld werden. Het is heel erg duidelijk dat de kinderen allerlei thema's meebrachten die leven in de samenleving. Dus allerlei discussies over discriminatie, over drugsgebruik. Dus het was heel breed. Uit alle hoeken kwamen de vragen. Het was duidelijk dat het echt goed opgepakt was door de kinderen. Ze denken over op een andere manier na over onderwijs en de samenleving. Wij hebben soms best moeite om te schakelen van hoe spreek je ze nou aan, hoe betrek je ze erbij. En daar zijn dit soort dagen geweldig voor om daaruit te putten. En er zaten echt een aantal kinderen in de klas, of in de raadzaal moet ik zeggen, waarvan ik denk van nou, daar zit wat potentieel in. Ook voor onze eigen jongerenraad, want we hebben natuurlijk een jongerenraad hier in het stadhuis die met ons meedenken. En wat ook nog heel erg leuk is om op te merken is, één basisschool, de Zonnewijzer die aanwezig was, die hebben al een kinderwijkraad. En de andere basisschool die er was, die zegt, dat willen wij ook. We zoeken altijd manieren om burgers meer te betrekken bij het bestuur. Jonge burgers dus ook. En daarnaast is het toch altijd belangrijk om juist die jonge mensen kennis te laten maken, een beetje vertrouwd te maken, een beetje te verleiden om ook belangstelling voor politiek te hebben. De winter komt eraan. Welkom bij het Schnitzelparadies. Met een keuze uit meer dan 50 schnitzelvarianten is er bij het Schnitzelparadies keus voor iedereen. Dit is genieten. Je bent meteen in Tiroler sfeer. Dat is genieten van al het lekkers bij het gezellige Schnitzelparadies. Hey, dat is leuk. Een ticketmenu van 22,95. Schnitzel, drankje en een bioscoopkaartje.